Want natuurlijk het hier op het ijs zwaar te voortduren heeft, dan is dat wel Vivian. Week na week staat ze in die verschrikkelijke skate-off. Ja. Maar ja, ze weet het steeds te overleven. En wat een klasse. Chapeau, ik kan alleen maar zeggen, petje af voor deze prachtige vrouw. Zeker weten. En iedere week gaat Vivian weer volop de uitdaging aan. En ze laat zich niet kisten door een paar tegenslagen. En wie weet neemt ze vanavond revanche. Ze heeft er in ieder geval de hele week keihard voor getraind. De ambitie van Vivian op het ijs is grenzeloos en ze wil alles tegelijk. Vorige week heeft zij de lat net iets te hoog gelegd voor zichzelf. Alles wat er mis kon gaan, ging mis. In de eerste paar stapjes zat je al fout. En dat liep eigenlijk door de hele kuur heen en dat was ontzettend jammer. Je hebt vanavond veel fout gedaan en dus ik geef jou een 5. Ah! Jullie staan in de skate of Vivian en ik. Vivian, gefeliciteerd! I'm so proud of her. I'm so proud of you, Vivian. Totally proud. Vol goede moed staat Vivian deze week weer op het ijs. En ze heeft het geluk op een van haar favoriete nummers te schaatsen. Wij schaatsen op Adele met Rolling in the Deep. En ik ben daar echt zo ontzettend blij mee. Ten eerste is Adele een van mijn favoriete zangeressen. En ten tweede vind ik dit zo'n ontzettend mooi nummer. Dat ik hoorde toen dacht ik, oh, ik hoop dat ik daarop mag schaatsen. En hij is ook voor ons. Hele leuke liften doen. En eindelijk die hoge lift, waar ik al weken op zit te wachten. Een hoogtepunt uit mijn leven is natuurlijk de geboorte van mijn dochter Day. Ik bedoel, dat overtreft niks. Maar naast dit grote geluk heeft Vivian nog een nummer 1 moment in haar leven. Ik wilde als kind al presentatrice worden. Ik speelde altijd journaaltje, zeg maar. Dus toen ik 21 was en mijn eerste programma ging presenteren, en toen was ik echt zo blij. Toen ging echt de champagne open. Dat was voor mij ook zo'n nummer 1 moment. Het wordt elke week zwaarder, maar Vivian blijft genieten van het schaatsavontuur. Ik vind het zo leuk en met zo'n leuke club mensen en met Nick. En ja, het is gewoon een feestje om te doen. Met het nummer Rolling in the Deep wist Adele al haar liefdesverdriet te verwerken, overboord te gooien en achter zich te laten. En Vivian wordt week na week in het diepe gegooid, maar dan wel hier op het ijs. En toch weet ze iedere week weer boven te komen. Hier is Vivian met Nick. Wat een hitsige kuur. Oh ja. Ongekend. Nou, je hebt wel goed naar de jury geluisterd, want je moest meer schaatsen. Dat heb je naar mijn mening gedaan. Ja. En wat een toestand met die lift. Het was lift na lift na lift. En ja, je landde zo mooi. Dat vond ik zo knap. Oh ja, want ja, je kan de lucht wel ingegooid worden, maar je moet op een gegeven moment toch weer landen. Ja, nou, en ik vond het zo'n feestje om een keer zo'n hoge Kijk, lift te... we zien hem op die schouder.
Ja, en bij al die repetities mislukte het eigenlijk, hè? Vanmiddag en de laatste. Ja. En nu ging alles goed. Kijk dan, dit lijkt me ook eng, maar dan moet je toch laten gaan. Hup, dat been weer omhoog. Wat een feest, hè? Ja, even aantikken. Och, 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 och. Ja, ging lekker. Ja, heel goed. Nick, how was it for you? Good. Good, yeah. She did really good. I was really proud of her, really impressed. The lifts, she's been really scared going into the lifts. Because if you screw up the setup to the lift, like we learned last week, it doesn't work. And she took it slow, but she skated fast into it and was really confident. And yeah, she did really, really good on the platter lift. Je hebt het goed gedaan. We weten dat het heel moeilijk is. Dankjewel. We gaan naar Nens, want we hebben nieuws. Nou ja, ja, een klein beetje nieuws. Want voor Vivian blijft het nog heel even spannend. En ook Ralf en Monique staan te trappelen, maar moeten nog even wachten. Verder hebben onze kandidaten nog een extra opdracht. Namelijk twee sterren dansen tegelijk met hun partners op hetzelfde nummer. Beter vergelijkingsmateriaal is er niet. Dus blijf kijken, we zijn zo terug. Sterren dans. Mensen, welkom terug bij het vrolijkste televisieprogramma van Nederland. Sterren dansen op het ijs. Nou, de sterren die schaatsen vanavond op de grootste nummer 1 hits uit de muziekgeschiedenis. Ja, dus het is gewoon een hele lekkere show, Nick. Laat die man nou toch rusten. Sorry, ja, ik kijk alleen maar. Ja, en bovendien is het schaatstalent van bijzonder hoog niveau. En Vivian heeft zojuist geschaatst en wil graag het commentaar van de jury horen. Dus we laten haar niet langer wachten. We gaan naar Sita over die spannende kuur die we net hebben gezien. Zo. Oh, zeker spannend. Ja. Mensen vragen vaak aan mij, ben je niet jaloers? En nou zit ik hier prima, ik vind het helemaal leuk. Maar nu ik je echt de lucht in zie gaan, gaat het onwijs kriebelen. En ben ik wel een heel klein beetje jaloers op je. Echt te gek. En hij ging supergoed. Mooi gedaan, heel sierlijk. Ik vond je ook heel krachtig, vooral in de combinatielift. Straal je echt heel veel kracht uit. Wel kan je af en toe nog iets denken aan je afwerking. Dus als je uit de lift komt om je benen goed te blijven strekken. Dat zijn hele kleine dingetjes. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt, Sita. Want ik zat te kijken en ik zag de handen van Nick op plekken terechtkomen. Dat ik dacht, dat kriebelt vast heel erg. Dus dat bedoelt ze waarschijnlijk. Nou ja, zeg. Ik weet niet of Jane daar dan... Nou goed, Jane. Nou, die hele hoge lift, die tabletop, dat ging in 2 keer kreeg je dus gestrekte benen, heb ik wel gezien. Maar wat ik wel over wil vertellen is dat je hoofd in die lift lager moet zitten dan je voeten. En dat is wel gelukt, dus gefeliciteerd. That's the tabletop. Wow. En verder wil ik je ook feliciteren aan je presentatie. Ik vind vanavond dat je presentatie van dit hele kuur het beste is tot nu toe. Wauw. Nou, dat is mooi om te horen. En er is geen woord van gelogen, want je zag er... En je ziet er nog steeds, maar je zag er tijdens de kuur ook heel mooi uit. Het is knap als je je gezicht dan een beetje zo lekker in de plooi kan houden. Hè? En de moeilijke liften. Dat gaat mij niet meer lukken, tenminste. Ja, wel, schat. Jij kan dat ook. Met de juiste belichting natuurlijk. We gaan even naar de punten. Jane. De punten. Een dikke 8. Een 8. Oh, voor Vivian en ik. Mooi. Kan hoger, hoor. Hein. Een 9. Een 9? Zo. En terecht, Sita. Ik geef je ook een 9. Ook een 9. Mark. Voor de 2 gecombineerde liefde en horrorliefde een 8. Een 8. Heel netjes. Leuk. Nou, Vivian, een 8,5 gemiddeld. En Jenny heeft net geschaatst en zij had 4 tienen. Nou, dat is niet te overtreffen, maar voor nu een tweede plekje. Netjes. Super. Heel mooi. En als u Vivian deze week eindelijk eens een keer de skate-off wilt besparen, help haar dan. Hè? Bel 0909-1352 of sms Vivian naar 4600. En we gaan Vivian zo nog terugzien in een soort van battle met Monique Smit. Dankjewel. Thank you very much. Dankjewel, hoor. Je hebt altijd koude handen, hè? Altijd. En nu zijn ze warm, want die Nick zo heel dicht tegen me aan. Wat is die... Lekker? Warm. Warm. Heel warm. Oh. Maar dat kan ook natuurlijk niet anders na zo'n kuur. En dan is je in een soort van Trifera 2000-stof. Ja, dat gaat plakken aan alle kanten, hè? Ga ja, die tijd heb jij nog niet meegemaakt, maar daar komt nog wel.